we hebben een voetbalkliniek voor de ING. Met kinderen van 8 tot 12 jaar. En plezier maken, een beetje technische voetbaloefeningetjes doen. En een beetje fun spelletjes voor de kinderen. Gewoon een leuke middag. Nou, ultieme tip vind ik altijd van plezier in wat je doet. En daar hoort trainen bij. Als je beter wilt worden, dan moet je trainen. En dan moet je, als je rechtsbenig bent, moet je ook met je linkerbeen oefenen. Dus dat proberen we een beetje de tips mee te geven. En een balletje aannemen, een balletje pasen. Dus ja, gewoon een beetje de voetbal dingen een beetje oefenen. En daar, als je ziet dat, een paar tips erbij. Dus dat is wel leuk. Ik ga vandaag bij Ronald Koeman trainen. Vanochtend toen ik wakker werd, toen dacht ik van, oh, dit is een hele spannende dag. Ik ga vandaag voetballen, omdat ik word getraind door Koeman en dat vind ik superleuk. Ik denk dat je gaat leren met je vreef te schieten en uitzwaaien met je been. Ik wil wat meer leren over techniek. Ik wou ook naar Koeman vragen of hij vrienden was in de Cruijff. Toen ook geheim had met elkaar. Ik hoef niet alles te weten, maar ik wil iets weten. We zijn aan het oefenen om zo tussen de muur te schieten en goed in het doel te raken. Wat zijn jullie aan het oefenen? Voor de vrije trappen. En hoe ging het met bij jou? Niet zo goed, want ik trap tegen de verdediger aan. En wat ga je straks doen om het beter te doen? Ik denk gewoon beter richten en meer harder schieten. Goed zo, veel succes! Heel rustig aan. We spelen 2 tegen 1. De trainer past naar een van de twee mensen die bij de ene partij horen. Dan proberen ze in het doel te schieten en de ene moet verdedigen. Je moet 1 keer de bal aanraken als je dribbelt. Ik heb met Ronald Koeman gespeeld en ik had gescoord en goed overgeplaatst. Wat vond je het leukste bij BFC om te doen? Bij BFC? Ja, Bussum, hè. Mijn twee jongens hebben bij BFC gespeeld. Mijn jongste die doet de trainerscursus en die loopt stage bij BFC. Toen Johan Cruijff je beste vriend was, hadden jullie toen ook geheimen? Ja, dat is geheim. Nou, je hebt altijd wel met een trainer een bepaalde relatie, hè? En die had ik met Johan Cruijff, want we waren Nederlanders en we woonden in Barcelona. Dus hadden wij ook wel eens dat we, als we iets vonden en die Spanjaarden die verstonden geen goed Nederlands, die begrepen niet het Nederlands, dat we als we een keer wat over iemand anders zeiden, deden we dat in het Nederlands. Hè? Dat was een geheimpje dat dan de Spanjaarden in ieder geval niet hoorden waar we het over hadden. Welke posities heeft u vroeger gestaan bij Feyenoord? Ik ben ooit begonnen als middenvelder, maar uiteindelijk ben ik mijn grootste deel van mijn carrière heb ik gespeeld achterin als verdediger. Wanneer ging je voor het eerst voetballen? Ik ging voor het eerst voetballen, toen kon ik net lopen. Ben je altijd boos als Nederland verliest? Niet altijd, want ik vind als de spelers er alles aan gedaan hebben, en ze hebben gedaan wat ze kunnen, dan ben je teleurgesteld, maar dan ben je niet boos.
net de training gedaan met de jonge leeuwen. Wat heb je gezien? Kunnen ze er wat van? Ja, er waren absoluut een paar leuke jongetjes bij. Maar ook twee meisjes. Het leek wel een tweeling. Die heel goed konden voetballen. Die waren heel geïnteresseerd. Die luisterden ook gelijk heel goed als je links en rechts wat tips gaf. Maar gewoon helemaal iedereen die er was en die meedeed. Had gewoon ontzettend plezier. En helaas regent het een beetje. Maar dan maken kinderen zich dan ook nooit druk om. En dat hebben wij ook niet gedaan. Ronald Koeman heeft ons geleerd dingetjes verteld over zichzelf. Ik heb vandaag leren schieten, pasen, verdedigen, aanvallen. Ik heb vandaag getraind als international en ik vond dat super duper cool. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Doeg!